Ik wil het met je hebben over het Hardy-Weinberg-evenwicht. Ontdekt door een Britse wiskundige, Hardy, en een Duitse fysicus, Weinberg. Los van elkaar ontdekten ze dat in een grote populatie, waar geen evolutie aan het werk is, de allelen op dezelfde manier verdeeld blijven over de generaties. Maar hoe zat het ook alweer? Je hebt chromosomen, lange moleculen van DNA, en een stukje van zo'n DNA-molecuul wat codeert voor een eiwit, dat heet een gen. En de plaats op het chromosoom waar je die kunt vinden, heet een locus. Alle allelen van alle genen op alle loci bij elkaar is de genenpool. We kijken naar een populatie planten en die planten kunnen twee verschillende bloemkleuren hebben. Ze kunnen rode bloemen en ze kunnen groene bloemkleuren hebben. Omdat je van elk chromosoom er twee hebt, heb je dus drie mogelijkheden. Je kunt het allel voor groen hebben op de locus, op allebei de plekken, rood en voor groen hebben. En dat kan op deze manier, maar dat kan ook op deze manier. En je kunt tenslotte nog twee keer het allel voor rood hebben. We kijken naar een populatie planten, 50 stuks. Die hebben bij elkaar dus 100 allelen. Van het genotype C grote R, C grote R, hebben we er 32 stuks. Dus die hebben bij elkaar 64 allelen. CR, CG, dat zijn 16 planten. Dus in die 16 planten zitten ook 16 allelen voor het voor CR, voor rood dus. Bij elkaar zijn dat 80 allelen. Kunnen we gaan rekenen. P, en P is het dominante allel. Dat spreken we even af. Dat betekent dat P is 80 gedeeld door 100 is 0,8. Q is namelijk de andere smaak. Dat is 1 min P is dus 0,2. Als we van al die allelen weer een genenpool maken, pool is maar groot genoeg, willekeurig, twee allelen, dan is de kans dat we PP pakken 0,8 maal 0,8. De kans dat we PQ pakken is 0,8 maal 0,2 is 0,16. Ja, de kans dat we QP pakken is ook 0,16. En de kans dat we Q kwadraat pakken is 0,2 maal 0,2 is 0,04. Dus dit kunnen we opschrijven als P maal P is P kwadraat. Dit als 2 maal PQ. En dit als Q kwadraat. Dat optellen, dan is dat gelijk aan 1. En nu wordt het leuk. Want meestal is een homozygoot recessief te herkennen. Q kwadraat, de CGCG's, die kun je uiterlijk dus op fenotype onderscheiden, want die hebben groene bloemen. En ik heb 2 van die planten. Dan weet ik dus dat Q kwadraat is 4. Omdat mijn populatie uit 100 exemplaren bestaat, 100 individuen, is Q kwadraat 4 gedeeld door 100 is 0,04. 4, dan weet ik dat Q is de wortel uit 0,04 en dat is 0,2. Dan weet ik ook wat P is. Dat is namelijk 1 min 0,2 is 0,8. Mijn populatie is dus in Hardy-Weinberg evenwicht. Ik kan zelfs berekenen het aandeel van de PQ's. Want dat is 2 maal PQ is 2 maal 0,8 maal 0,2 is 0,32. Nou komt zo'n Hardy-Weinberg evenwicht eigenlijk nooit voor, want er mogen geen mutaties zijn, er moet willekeurige partnerkeuze zijn, random mating, er mag geen selectie plaatsvinden en je hebt een ontzettend grote populatie nodig en er mag ook geen gene flow zijn, dus het wegvloeien van genen naar een andere populatie of van een andere populatie naar de populatie die je bekijkt. En als je nou uit je berekening iets anders uitkomt dan verwacht, nou, sorry,
Maar dan is er dus geen Hardy-Weinberg evenwicht.